De Scharrelkids, de jeugdwerkgroep van het IVN, hield zich zondag bezig met diersporen. De jongsten knutselden in het tijdelijk natuurhuis met allerlei getuigen die de natuur achterlaat. En de oudsten gingen het Nijdersbos in en zochten naar diersporen. Het is een holte die is gemaakt door spechten, door allerlei andere dieren. En hier zie je echt de spechtholtes nog. Er zit heel veel prooi en heel veel voedsel in voor die beesten. Vonden. Een houtburg. Alleen hij ziet er niet heel goed uit. Wij zijn in het bos sporen en dat wil niet alleen zeggen pootafdrukken, maar ook sporen van het maken van een nest, dus spaanders van een specht of uitwerpselen. En dat zijn we aan het zoeken en kijken wat, van welk dier het is. En kan ik vertellen, wat heb je gezien tot nu toe? We hebben de sporen van een haas. We hebben nog wat sporen van mensen die voor ons waren aan het wandelen. Ik heb in mijn eentje, zonder dat de rest heeft gezien, heb ik de uitwerpselen van een hert gezien. Heb je die dingen vroeger ook gezien, voordat je meeging met het Natuurhuis het IVN? Nee, voordat ik hier naartoe kwam, heb ik eigenlijk nog nooit zo naar de natuur gekeken. Ik ben hier voor om te helpen bij de Scharrelkids. Ik zat eerst bij de Scharrelkids, maar nu moet ik helpen bij de kleintjes, omdat ik daar eigenlijk te oud voor ben. En wat doe je dan? Gewoon helpen met dingen als ze iets niet begrijpen. Vind je het leuk? Ja. Wat heb jij met de natuur? Kan je dat zo bedenken? Ik vind de natuur heel belangrijk, omdat er ook allemaal mensen zijn en zo en daarom allemaal dingen. En daarom vind ik de natuur heel belangrijk. En ik vind de natuur ook heel mooi.